Inwoners van Zetten komen weer bijeen voor een update over het dorp. Wat zijn momenteel de ontwikkelingen binnen de toekomstplannen? Een jaar geleden kwamen inwoners van Zetten bijeen om te praten over de toekomst van hun dorp. Op verschillende gebieden stond er van alles in de stijgers en lagen er plannen. Inmiddels zijn we een jaar verder en kwam het dorp opnieuw bijeen. Wat is nu de stand van zaken rondom het zwembad, het energiepark, de woningbouw en natuurlijk de nieuwe wandmolen? Vooral bij dat laatste zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. Nou, eentje is dat de apotheek, hoewel die aanvankelijk niet mee zou doen, na overname van de apotheek alsnog aan gaat sluiten bij zeg maar de zorgfuncties die in de wandmolen komen. Dus naast huisarts en verloskundigen en fysiotherapie. Het ontwerp wat de architect nu in concept bespreekt met zeg maar de trekkers van de wandmolen en de gemeente in januari toch wel februari toch wel afgerond moet zijn. De nieuwe wandmolen zal dan in 2026 moeten worden geopend. Maar dat is zeker niet het enige dat er nieuw gebouwd gaat worden. Ook komen er heel wat woningen bij, te beginnen met de tweede helft van Zetten-Zuid. Nou, bij woningbouw heeft de woonstichting een aantal projecten op stapel staan die voor een deel neerkomen op sloop van de bestaande woningen en nieuwbouw op diezelfde plek. Met meestal een uitbreiding en meestal ook bijna alle gevallen het omzetten naar seniorgeschikte woningen. En dat er in Zetten-Zuid, getrokken door een projectontwikkelaar, zo'n 75 woningen bij gaan komen. De stemmingsplanprocedure wordt binnenkort ingezet. En dat de woonstichting daar ook zo'n 24 woningen af gaat nemen voor sociale huur, voor starters en gezinnen. En dat het project Veldzicht ook eind van het jaar in de bestemmingsplanprocedure gaat om daar 49 woningen te bouwen, waarvan ook 24 sociaal. En wat ook wel aardig is, is dat, dat er ook twee collectieve woongroepen worden gerealiseerd. Jansen kijkt tevreden terug op de bijeenkomst van woensdagavond, vooral omdat de bewoners over het algemeen positief gestemd zijn. Nou, kijk, wat opviel was dat veel mensen aangaven dat groei van het dorp eigenlijk best wenselijk is. Dat ook veel mensen aangaven best bereid te zijn om mee te doen als vrijwilliger voor kortere of langere tijd. Dat groei van het dorp ook nuttig en nodig is voor het kunnen blijven wonen van jongeren in het dorp. En ook goed is voor ontwikkeling van het onderwijs, hè, voor de scholen. Het enige grote mysterie blijft de nieuwe Aldi. Het oude filiaal heeft al enige tijd plaatsgemaakt voor nieuwbouw van een XL-variant. Daarover werd in het voorjaar nog het volgende gezegd. Ja. Ze willen voor de Sinterklaas sowieso open zijn. Dat is het doel zoals het nu nog staat en dat wordt op dit moment nog gehaald. Maar met de stoomboot inmiddels al zichtbaar aan de Evenaar, ligt het terrein er nog vrijwel hetzelfde bij als op deze archiefbeelden. Wat is daar misgegaan? Ja, dat moet ik, antwoord daarop moet ik schuldig blijven. Daar zijn allerlei vertragingen ontstaan. Weet ik, maar daar is gisteren ook eigenlijk niks over besproken, dus dat weet ik niet. Hij is sportwethouder van Nijmegen, maar Jean-Paul Broeren deed eigenlijk nooit aan hardlopen. Tot hij werd uitgedaagd om mee te doen aan de Zeven Heuvelennacht. En dus is de wethouder nu serieus in training. In het bos van Heumensoord start wethouder Broeren met zijn training. Hij begon vlak voor de Vierdaagse, maar aanvankelijk zag hij het helemaal niet zitten. Last van mijn knie. Dus de volgende dag werd ik gebeld door een fysiotherapeut. Door Peter Emers in Nijmegen, die ook Sivan Hassan onder andere heeft. Dus dat zegt natuurlijk genoeg, hè, de kwaliteit. Dus dan kon ik die week al terecht en die keek naar mijn knie. En dat was maar één conclusie. Hij zei, je wordt gewoon oud.
Maar de 55-jarige wethouder liet zich niet kisten en begon aan zijn voorbereiding. Ik kon nog geen 200 meter bewijzen van echt hardlopen. Ik heb 6 weken dan echt intensieve training gehad van Peter Emers. En dat was echt 6 keer in de week. Hè. 3 keer dat ik ging hardlopen, 2 keer core stability. Hè, om de buikspieren en alles een beetje stevig te krijgen. En 1 keer in de week uitfietsen. Dus van 0 keer sporten ging ik naar 6 keer sporten. Dus dat was echt wel enorm zwaar. En door al die schema's die ik heb gekregen, heb ik het nu opgebouwd. Nou, die 7 kilometer dat ik die wel in de benen heb. En Broeren heeft de smaak nu echt te pakken. Hij ambieert meer dan de 7 kilometer van de 7 Heuvelennacht. Volgend jaar is het tevens lopen in Nijmegen. Die is 10 kilometer, die wil ik gaan lopen. En dan wil ik volgend jaar eigenlijk voor de grote stevensloop de 15 kilometer gaan. Leuk natuurlijk voor de wethouder. Maar er zijn tijdens de 7 Heuvelenloop ook deelnemers die echt een goed verhaal hebben. Eén daarvan is Bas van Loon. Met maar liefst 80 deelnemers zullen ze zondagmiddag namelijk aan de start verschijnen voor het goede doel. En dat doel is de ziekte van Huntington. Ik loop dus een 10-tal fietsers die gaan van Asten Nobis, waar we op kunnen stappen, dus fietsen naar Nijmegen. En we nemen nog zo'n 25 supporters mee. En op de locatie zelf, Zalkoenenwoud, Koesbeekseweg, waar onze hoofdlocatie zit op kilometerpunt 1. Voor het derde jaar zullen nog zo'n pak een beetje 20 tot 50 mensen ons komen bezoeken uit Nederland, zeg maar. Nou, op de eerste plaats zichtbaar zijn met die grote groep. We hebben allemaal herkenbare shirts aan. Dat zijn zwarte shirts met echte kenmerken onderdrukt. De cirkel van Samen Sterk tegen Huntington. Nederlands aan de voorkant, de achterkant. The Together Strong Against Huntington. Ook internationaal willen we daar rugbaarheid aan geven. Dus zichtbaarheid en bekendheid is 2. Hè? Dus we willen ook echt, net zoals andere ziektes, helaas dat die er zijn, ook in de rij komen met ALS, Parkinson, ook KWF. Op die manier. En natuurlijk ook omdat campagne Team Huntington, ziekte van Huntington, volledig gebaseerd is op vrijwilligheid, willen we ook donaties verzamelen. Om het wetenschappelijk onderzoek op dit moment loopt in de verschillende ziekenhuizen om dat te financieren. Op 30 november nodigt de gemeente Bergendal de inwoners uit om hun stem te laten horen tijdens een interactieve sessie op het Marktplein in Groesbeek. Voor het hebben van een dialoog over het behoud van wederopbouwgebouwen. Het Gelders Genootschap brengt een omgebouwde SR4-wagen met een escape room en nostalgische spulletjes uit de wederopbouwperiode mee om het gesprek te stimuleren. De wagen staat van 1 tot 4 uur op het Marktplein in Groesbeek. De nieuwe matrixborden voor het busstation bij station Nijmegen laten nog iets langer op zich wachten. Eerder liet de gemeente op verzoek van RN7 weten dat er voor het einde van het jaar nieuwe borden zouden staan, maar dit wordt dus niet gehaald. De oude stalen constructie met daaraan de informatieborden werd 1,5 jaar geleden stuk gereden door een vrachtwagen. Sindsdien moet het station het zonder de borden doen. Het duurt nu iets langer omdat de gemeente nog onderzoek heeft laten doen om te bepalen of de herbouw voldoet aan de huidige voorschriften, meldt een woordvoerder. Vanavond is op RN7 het Gelders verkiezingsdebat te zien. Vanaf 19:30 zie je live hoe provinciale kandidaten tegen elkaar opnemen op het gebied van Gelderse getinte thema's. Daarbij wordt er in begrijpelijke taal gesproken. In aanloop naar dit debat zijn deze namelijk doorgenomen met een groep ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking om de stellingen in begrijpelijke taal te formuleren. Vanavond vanaf 19:30 dus, live op RN7. De grote kerstvoedselinzameling voor de klanten van de Voedselbank Nijmegen over Betuwe is weer van start gegaan. 2 keer per week kunnen mensen houdbare producten inleveren bij verschillende kerken en scholen in de regio. Deze jaarlijkse actie zorgt ervoor dat het kerstfeest een stukje mooier wordt voor de klanten van de Voedselbank. Wij vragen aan mensen om levensmiddelen te brengen en die aan de Voedselbank te geven. En we organiseren dat in een heleboel kerken in Nijmegen en over Betuwe, ook op een paar scholen. 2 keer in de week staan we hier bij de kerk en dan kunnen de mensen het komen brengen. Ze kunnen iemand anders vragen om het te brengen, want het gebeurt ook wel eens. Nou, sowieso is het heel fijn dat er die verbinding is tussen dat mensen dus iets willen doen voor de Voedselbank. Daar zijn ze sowieso heel blij van. En het is natuurlijk altijd een goede aanvulling, omdat je afhankelijk bent van... de Voedselbank koopt wel dingen tegenwoordig ook in van donatiegeld. Maar in principe komt het eigenlijk allemaal naar de Voedselbank toe via fabrieken en via winkels. Met de donaties hopen ze een mooi pakket samen te stellen voor de klanten van de Voedselbank. Het zijn producten waarvan we weten dat de klanten ze heel graag willen hebben. En dat zijn eigenlijk basisproducten. Goed houdbare levensmiddelen. Dus ik noem maar bijvoorbeeld rijst of pasta of koffie of thee. Pasta, saus, blikjes vis, blikjes vlees. Nou, sowieso zijn ze heel blij als de pakketten goed gevuld zijn.
En dat zijn ze gelukkig steeds meer. En de voedselbank heeft natuurlijk ook door die donaties meer vat op wat er in de pakketten komt. Omdat ze dan ook goede, hè, zoals eieren en melk en dat soort dingen, kunnen inkopen. Want normaal zitten die er dus nooit in. De verse producten sowieso niet. Door inzamelacties zoals deze heeft de voedselbank een zo breed mogelijk aanbod voor de klanten. Ik denk dat het voor de voedselbank heel fijn is als ze gewoon royaal levensmiddelen hebben. Zodat ze iedere week de mensen een verantwoord pakket kunnen geven. En als je te weinig hebt of je hebt er soms ook wel eens dingen tussen zitten. Dat je denkt, ja, dat is heel leuk, het potje saus. Maar als je de bijpassende rijst of pasta niet hebt, ja, dan kun je er eigenlijk niks mee doen. De mensen die het komen brengen, die zeggen regelmatig, ik ben blij dat ik het hier kan geven. Want ik wil zoiets eigenlijk wel. Maar ja, dan weet je niet waar moet je zijn, wat moet je brengen, hoe laat moet je er zijn. Neem ik wel de goede dingen. De pakketten die worden samengesteld voor kerst worden altijd met veel dank in ontvangst genomen. En klanten zijn dankbaar voor alles wat ze krijgen. Ja, met kerst is het extra fijn, want dan zitten er natuurlijk ook kerstdingetjes. Hè? We vragen ook kerstkransjes, we vragen ook echte dingen die bij kerst horen. Niet alleen maar voedsel. En dan ook lekkere dingen, dus dan kijken ze er echt naar uit. Na een vrijwel droge dag gaan we een frisse nacht tegemoet. De temperatuur daalt tot aan het vriespunt en lokaal kan er aan de grond dus wat vorst ontstaan. Dit zorgt er in de ochtend weer voor dat de dag wat mistig kan starten. Verder belooft de vrijdag een vriendelijke herfstdag te worden met een afwisseling van wolken en zonnige perioden waarbij het droog blijft en zo'n 8 graden wordt. Het weekend ziet er minder rooskleurig uit, vooral zaterdag zal er de nodige regen vallen. Het regengebied trekt van west naar oost over het land, waardoor er voor onze regio nog enige kans bestaat dat de vroege Sinterklaasintochten het nog droog houden. Zondag valt er van tijd tot tijd ook wat regen, maar dat zal buiiger zijn van karakter en zich afwisselen met wat zonneschijn. Tot zover het RN7 regionieuws van donderdag 16 november. Vanavond om 19:30 kun je via RN7 dus live meekijken naar het Gelders verkiezingsdebat vanuit het Rozet in Arnhem. Mis het niet. Voor het laatste nieuws kun je natuurlijk altijd terecht op onze website en app en wij zijn morgen weer bij je terug. Graag tot dan.